Sportradiogrouw.nl heet voortaan Sportingrouw.nl. Maar nog steeds wereldwijd, maar toch dichtbij. Vanuit de garage in Grouw is dit Sportingrouw.nl. Akke Bosma, acquisiteur van het Middelpunt. Een prachtig mooi blijheid, mag ik zeggen. Krijgen we, hoe vaak komt het eruit, jong? Hij werd elke 14 dagen eruit, jong. Ja, hoe vul je met blijheid? Wij vullen het blijheid met algenuis wat wij aanleverd krijgen vanuit het Midden-Friesland. Dat is spontaan aanleverd. Wij moeten ze vinden, wij moeten keuzes maken wat wij plaatsen. Maar we zitten net meestal stop, we zitten meestal kom op. Want wij willen graag kiezen blauwe. Ja. In het aanbod. Ja, want hoe lang besteedt het blijheid dan? We zijn met 5e jaar bezig. En hoe ben je ontstien? Ontstien uit wie een vraag naar een magazine waar ik als acquisiteur verwerkt hier. En Paul Hettinga het Hettinga vormgeving, ik ABC verspreiding. Zij is dan stond om samen dat blad te doen. En we hier we zijn echt 12 verschillende talenten. Die zijn samengevoegd met 12 verschillende bedrijven. Paul Hettinga is vormgeving webdesign. Ontwerper, echt een toptalent erin. Ik heb dus een distributiebedrijf van geadresseerd, drukwerk in heel Midden-Friesland. Dus wij kennen alles wat nou binnenkomt, dus kennen wij dus ik mandje ja. En verspreiden. Van A tot en met Z. Ja, nou het is een echt glossy boek, ja. Ja, boekwerk eigenlijk. Ja, ja, dat is ik, we het ik wel vaak voor de middelpuntkwaliteit. Als men wat wil en men wil kwaliteit, zegt, ja, de middelpuntkwaliteit, ja, ja, dat magazine, daar wil wat van, hè. Ja. Zeg, ja, ik heb wel goed kijken, maar ja, nee, wil mijn middelpuntkwaliteit, hè. Nou, en daar, en mijn compagnon Paul, die stiet er ik gewoon voor, hè. Die is elke 14 dagen, als de middelpunt bij de drukkerij komt, begint dus wij in de buik te kriebelen, ben ik wat vierten. Ja. En zo nou, dan is het wel verdorie, dat... Nou, alles nooit. Ja, we kennen het is gewoon onze beurt. We kennen er niks aan verorie. Wet een leermoment. Ja, hoeveel wordt er drukt? 12.000. 12.000? Op dit moment. En ja. Verspreid toch heel Baarstrem. En omlissende dwarpen. We hebben nog een aantal dwarpen erbij. We komen tot de mooi naar Beets, we komen tot de Haskedieken, Widden, Wietgaard en bijna een Jouwerta. 2014 houdt Baarstrem op. Wordt het de gemeente Ljouwt plus andere gemeentes, ja. Snits, Jereveer. Ben je er allemaal bezig? Wij zijn er zeker mee bezig geweest. Want toen we hier het eerst namelijk middelpunt hier waar het logo van het wapen van Baarstrem op staan. Maar daar ben toen ik acuut maar stopt. Zei, dat is geen Baarstrem meer. En wij wilden ik net dat Baarstrem beperkt blauwen, want hij wilde de intentie om te groeien. En wil nou wat wij gewoon kennen. Wij willen toch wel werken met je twaan. Ja. En we hebben wel hulp erbij in vorm van zzp'ers of partners die mij helpen. Maar je moet onder controle houden. Want dat hebben wij wel terug. Maar lidse bedrijven, dat je dus soms te snel groeien willen. En daar terug, je de kop werken en de kerst verstappen. Ja. Wat doe je onder sport in de hele gemeente? Van items? Wij hebben net volle sportitems. We werken wel een beetje uitslagen komen. Maar daar ben ik een beetje voorzichtig mee. We dragen het zeker een warm hart aan. Maar dat wij dus geen sportuitslagen plaatsen, is puur ruimtegebrek. Ja. Als je het logo van Sporting Grouw hebt instingen, ik juist omdat we het graag willen. En ik ben echt een sportvrouw in hart en nieren en ik vind het geweldig. Dus ja, voor de rest kennen wij net vol het wan. Nee, maar vaak is ik van de twee weken, dus dan ben je uitslagen al lang west erin. Hè? Dat is ik nog wel een feit. Hij gaat mensen naar de drukker, ja. Week erop verschijnt er, dus dan moet er haast elke week uitkomen. Ja. Nou, dat is net haalbaar voor ons. We hebben een prachtige gearwerking, hè? Als ja. Middelpunt en Sporting Grouw. Absoluut, ja. Je bent, ja. En je wil groeien, of zeg je hem van... We willen deze 12.000. Je moet altijd een doel hebben om beter en groter te worden. Maar ik zeg altijd, stilstand is achteruitgang. Hoe wil je dat realiseren? Stapje voor beetje. Stapje voor stapje. We zijn met 10.000 begonnen. En dan krijg ik wel geloeren bij me. Ik van ondernemers die adverteren. Ja, ik wil eigenlijk dat ik wil. Dan ga ik met mijn compagnon om tafel. En ik zei, wij zijn... Twee aparte talenten.
Ik ben heel vooruitstrevend en mijn kompion is wat behoudend. Ergens heel wijs kom ik hard te meten en dan ben ik het eens. Ja, zo, dit viel goed. Dus nog heb ik steeds in de hallen een beetje zwaar ook graag bij hè. Ik wil graag Lumbert, Tjalbert, Gisleert, Tienje, want dat was heel graag dit hè. Ondernemers die graag bij de boeren of dat gebied adverteren willen. Ja. Dus zo is de potentie in. Maar dit is wel een stap voor 400 middelpunten erbij, 1000, maar het kost te plaatsen. Ja. En als je een keer eruit jouwen, kan je net zeggen, het werkt net, we gaan weer om. Nee. Nou, we hopen lang op heel wat jaren gewerking en een soort succes. Dankjewel.